drag me down and spit me in my face. I'll do it all again. Rip me off and laugh it all away. I'll do it all again. Karel, Leslie, Adrian, Maurice en Sergey, we zijn geen supergroep. Nee. Gewoon een, we zijn wel, een beetje. We zijn wel superknap. Ja, nou, inderdaad. Goed, wat kun je vertellen over ons ontstaan? Leslie? In een nutshell, we waren op tour met zijn andere band, zijn oude band. Glasses en Mustaches. En Roban, de huidige gitarist van die band op dat moment, kon niet. Dus toen vroeg Adriaan vroeg Maurice mij van, goh, heb je zin, heb je tijd en zo. Had hij allemaal zin en tijd. En toen vroeg jij mij ook mee als tourmanager. Ik deed hem best wel wat tourmanagement her en der. Ik zei, is goed, ik ga mee, super gezellig. En toen zijn we op een beetje met het idee gekomen, voor mij is meer als een blauw grapje. Zei, nee, hij moet gewoon een band gaan beginnen, joh, dat is super tof. Ja, yeah, vet. En toen waren we terug van tour en toen is er een WhatsApp groep aangemaakt. En toen zijn we eigenlijk, ja, best wel serieus geworden over, joh, misschien is het wel een cool idee. Nu is het weer hier. Ik deel de eerste plaat tussen Year on Air en Panic at the Disco. Dat is allebei heel cool. Year on Air was natuurlijk gewoon, ja, een fucking vet festival. Ze staan op hetzelfde podium als Tropic Murphys en Hatebreed en Against Me. En het is wel cool, weet je wel. Dus je jongensdroom, zeg maar. Het is vaak wel. Panic at the Disco was ook zo grandioos. Je 1800 man stonden er ongeveer. En dan kom je het podium opgelopen en echt een overwhelming. Allemaal kids, die crazy. Ja, super. Dus ja, dat is wat je wil. Dat is echt, zeg maar, was echt zo'n moment waar je voor als, ik als muzikant zeg maar naartoe geleefd heb. Ja. Ah man, als ik alleen al op het podium oploop, gaan mensen cray. Dat is goed. Super. Ja, dat is vet. Helemaal mee eens. Dat wij in iets meer dan een jaar op elkaar kunnen boksen, moeten wij niet klaren. Absoluut niet. Ja, dat doen we dan ook niet. Het is fucking chill. We zijn, weet je, we hebben gewoon een hele goede start kunnen maken. Ja. En ons eerste liedje toen, Do It All Again, is gewoon leuk opgepikt. En dat heeft ons zoveel gebracht. En toen een Eurotourtje en ik weet niet, gewoon hard gewerkt. En dat betaalt zich nu terug in mensen die ons bellen voor dat soort dingen. En dat is heel cool. Dat is gewoon belachelijk cool. I ever felt this lonely for a while now. I need to break this routine, but I don't know how. I also don't know where my motivation went. But it surely makes a heavy argument. I wreck my brain for a few 6 months. The only thing that came up is this fucking song. It's okay for now, but I will my best to get away with me in the fucking past. Nou, komt nu Alma, wat eigenlijk zeg maar onze EP's samengevoegd is. Ja. Qua letterlijk qua covers en letterlijk qua nummers. Ja. Dan doen we twee nieuwe tracks op. Eentje daarvan is Forward, de andere heet Forget You. En die komt uit via White Russian. En voor de duidelijkheid Forward or Crazy, dus niet alleen maar Forward. Ah ja, Forward or Crazy, sorry. Wij weten dat het Forward ja, is. Ja, ja, ja. Maar goed, die komt uit via White Russian in Nederland. Ja. En de vinyl komt uit. Ja, voor ons. Ja, hij verhuist hem daar. Idea for us, check die shit. Ja. Dat is echt super cool. We hebben dan Limited Color Vinyls. We hebben zeg maar gewoon vinyltjes die je normaal zwart hebt. We hebben een ander kleurtje. Ja. Heel spannend ook. Gaan we gewoon primeur doen? Gaan we doen? Ja. Oké.
Niet doorvertellen. Hij is nog niet verkrijgbaar. Alleen. We hebben hier een hele mooie testpersing. Dank je. Kijk Ben. Dat is wel pretty cool. Het is wel heel cool, hè? Het is gewoon ook heel mooi. Transparant? Ja, het is transparant. Bij ons is het heel transparant, dat de lamp ja, daar precies, staat. Precies, maar ja, misschien niet zo. Misschien als ik mijn hoofd erachter doe. Super cool. Maar deze komt dus in februari. En ja. Samen met ook de CD. En er staan dan 2x6, 12 nummers op. Ja. Super, het is echt belachelijk cool om je eigen knie op te hebben.